Eigenlijk was ik al trendwatcher toen ik in 84 mijn eerste bedrijf begon. Ik praat eigenlijk vooral over digitale techniek, wat dat nou eigenlijk betekent voor jouw bedrijf. En dat is natuurlijk internet en dat is mobiel, maar dat is later ging dat ook naar big data toe en artificial intelligence. En eigenlijk alle ontwikkelingen natuurlijk naar de cloud. Erg inspirerend, boeiend en vernieuwend. Een lekker tempo en enthousiast. Heel erg deskundig. En energie. De energie van de groep tijdens zo'n event. Ja, je kunt geen krant meer openslaan, geen webpost meer lezen. Je kunt geen tv meer aanzetten. Het gaat allemaal over AI. En of het leidt tot doom en gloom of tot een enorme productiviteitsstijging. Nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je het gewoon ziet hoe het eigenlijk werkt. AI is not of yesterday. It has been there forever. The ideas were created in the 40s, the thinking about it. The software programs were written in the 40s. And now slowly they're expanding and they're coming close to us. All these IT trends like image recognition and deep learning and machine translation and speech to text and the other way around now are now basically together in artificial intelligence. Je ziet dus dat ontzettend, ondanks dat hier aan deze tafel iedereen zegt, nou, dat is voor mij helemaal niks, daar moet ik helemaal niks van hebben. Het is, mensen vinden het geweldig. Als jij gewoon een e-mailtje schrijft en je zegt, maak een e-mailtje met 3 regels en bevestig dit, en je krijgt een keurig nette e-mail, dan vinden mensen dat heel fijn. Ik praat erover verder met trendwatcher Vincent Evers. Ja, Vincent, waar hebben we net naar gekeken? Ja, we hebben nu gekeken naar HeyGen en dat is een tooltje wat eigenlijk iedereen kan gebruiken. Je zet een filmpje neer, je zegt, ik wil Chinees praten, Mandarijns, ik wil Frans, Engels en hij maakt het meteen na. En hij doet ook de lip sync. Y también vamos a hablar de la guerra de IA. ¿Gana OpenAI, Microsoft, Google o están listos Amazon, Facebook o muchas pequeñas empresas creativas? ¿Qué significan para nuestros trabajos? Dan gaan we eens even kijken of wij geïnterviewd kunnen worden, getraind kunnen worden om deze baan te krijgen. Ja, dat kan ik wel. Ik heb in mijn eindeloze ervaring als private banker heb ik mix gemaakt tussen conservatieve en zeer agressieve investeringen. En nu zegt hij hier, you did a good job mentioning your experience. You highlight your ability. And within 30 seconds, you have a website. It basically takes a picture of that and it immediately writes the code. 75% of the people who use it a lot say about 100% increase in efficiency. She and I talked for half an hour about how it was to live with Napoleon. It is a virtual agent in the background. Good luck with that. It was the most comprehensive AI presentation that I think I've ever seen, from kind of soup to nuts on all the capabilities across all the different medium that was there. And the presentation style that you had was just outstanding. Like, it was very encouraging and motivating, inspiring as someone that's in the industry. Jullie kunnen nu met de huidige tools kun je zo ontzettend veel doen. Dus daar wil ik jullie eigenlijk een beetje mee oproepen. Dus ik vroeg inderdaad van ChatGPT, hoe kun je nou gewoon als je bij een betaalinstelling werkt, wat het ook is, hoe kun je nou aan de gang gaan? Hey, ik heb een presentatie over AI gegeven. Jij ook. Wat vond je van mijn presentatie? Ah, als ik heel eerlijk ben, een beetje de vloer voor ons voeten weggeveegd. Maar uiteindelijk kunnen we ook jouw presentatie heel goed gebruiken als aanvulling op die van ons. Aan de rechterkant zie je dan wat GPT ervan vindt. Dus je kunt gewoon die twee met elkaar combineren. Links het antwoord Google, rechts het antwoord van ChatGPT. Je maakt één videootje. Je loopt ergens omheen en bang, je hebt meteen een katmodel. Waardoor je meteen afstanden kunt meten en volumes kunt doen. En kunt zeggen van, hé, waar hoort het in? Hetzelfde met een vrachtwagen. Dus van video naar een katmodel en meteen exact meten. Dit is een leuke manier om ChatGPT te gebruiken. Normaal is het vraag, antwoord, vraag, vraag, antwoord. Dit is dat je zegt, je bent nu agent GPT. En de opdracht is, ga gewoon naar alle websites en bezoek over het internet naar alle platformen waar aanbestedingen plaatsvinden. En haal die aanbestedingen over IT met dit en dit en dit en dit en dat en dat en dat. En zo onder die en die voorwaarden. Haal daar gewoon al die aanbestedingen op. Veranalyseer ze. Schrijf een conceptvoorstel hoe wij erop zouden kunnen reageren als bedrijf. Stuur het naar jou. En als jij zegt ja, dan stuur ik ze gewoon verder door en doe de communicatie ook. Je hebt zo ongelooflijk veel inspiratie gebracht, zoveel enthousiasme, dat ik er nu ook weer enthousiaster van geworden ben. Wij dachten dat we nog even tijd hadden voordat we echt met AI aan de gang moesten gaan, maar je hebt onze agenda aangepast. Ik zat op het puntje van mijn stoel, veel aantekeningen gemaakt. Ja, ik ben onder de indruk van jouw Spaanse accent. Erg leuk om te zien. En zeer, zeer leuk. Ik vond het een zeer boeiende, interessante
presentatie. Aan het einde van de dag, je bent op, maar gewoon dit heeft me op, compleet opgeleverd. Ik heb dingen gehoord en ja, gewoon een jaw-dropping. Dat er zoveel meer achter zit als wat hij zei. Zij, vertelde, dat had ik niet gedacht. Ja, de presentatie was, was heel leuk. Werd goed gegeven. Heeft lekkere dynamiek. Ja, hij neemt je mee in zijn enthousiasme voor AI. Ik wist al wel wat AI was en ik gebruik het ook al, maar wat hij vertelde over de betaalde versie en hoeveel beter die is en waar dan de nuanceverschillen zitten, dat vond ik wel interessant. Het is prettig om naar je te luisteren, het gaat heel snel, maar het raakt alles aan en het zet je eigenlijk aan het denken op wat kan ik hier nou eigenlijk mee, wat kan ik hier zelf mee, hoe ga ik me dit eigen maken? Maar ik zit ook meteen na te denken over welke impact heeft het op de hele groep die hier vandaag is, allemaal op een eigen manier vanuit de commerciële kolom. Je draagt ze uit en je beleeft ze helemaal. Dus de zaal was helemaal mee. Ik vond het echt top, super entertained. Dus ik zou het zeker aanraden aan iedereen die er niet bij was. Ik vond het verhelderend. Het gaf energie. En vooral het idee van, doe het gewoon. Ga ermee aan de gang. Ik vond jouw enthousiasme en je tempo leuk. En ik ga zeker ChatGPT gebruiken. Nou, ik ken alleen ChatGPT. En dat je al die andere dingen hebt laten zien, vond ik wel super interessant om te zien. En dan ga ik zeker ook nog even terugkijken om te kijken of misschien wat anders kan bekijken. Ja, dus als je de strijd kijkt, dan ga je wel mee aan het werk. Zeker weten. Ja, ik vond het onwijs inspirerend. Leuk om het zo op een enthousiaste manier mee te krijgen en vooral ook te horen wat je ermee kunt doen. En het werd ook op een redelijk eenvoudige manier overgebracht in de zin van ja, ga het gewoon uitproberen en ga ermee aan de slag. Ja, het ging hartstikke goed. We hebben een mooie uiteenzetting gehad, mooie nieuwe AI toepassingen gezien, ook praktisch toepasbaar. Dus dat is erg leuk om te zien. Een hele leuke energieke sessie, hele leuke voorbeelden die je aanhaalde en echt goede eerste start van de dag, dus energy uit. Geef even de cutting edge aan. En de cutting edge van waar gaan we naartoe en wat is er nu mogelijk en wat is er straks mogelijk? Geweldig, super interessant. Nee, oprecht, ik gebruik het zelf deels voor werk, maar om te horen dat er zoveel meer mogelijk nog is. Uh-huh. Waarvan je meteen denkt van, oh wauw, dit kan ook op deze manier, dit kan ook op deze manier. Ik vind het echt heel erg leuk om te horen. Ik ben natuurlijk iets jonger, dus ik weet al een beetje hoe werkt het met ChatGPT, hoe gebruik je het allemaal. Maar om dan te zien hoe dat er verder kan in Microsoft zelf, tot en met het maken van muziek met één wat u zei, zin. Ja. Ja, het is echt genieten. Ik heb echt genoten van al die nieuwe dingen. Jouw manier van presenteren, dat spreekt me ook erg aan. Dus ik zit al echt te denken van wat kan ik gaan gebruiken en waar ga ik het, wat ga ik doen. Ik heb al één ding gevonden dat ik dacht, oh, dat is wel aardig als je een bepaald proces binnen je bedrijf hebt. Dat je kunt zeggen van nou, ga ik eens kijken of ik dat kan modelleren. Ik moet even opzoeken welke plugin het is. Ik vond het genieten. Ja, genieten. Ja, ze was breed en enthousiasmerend.